We hebben een benefietconcert georganiseerd voor een stichting, dus de Ezra Foundation en stichting Helping Hands. En dat is voor een project in India, in Pune, om vrouwen en meisjes naailessen te geven. En ook om naaimachines, dat ze naaimachines kunnen kopen om daarmee hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. En dat benefietconcert bestaat uit, daar hebben we een koor bereid gevonden om te zingen. En dat is het Tuesday Forever, Tuesday Fever, koor uit Tebergen. En een verhalenvertelster, Margot Vermeulen. Ik ben 3 jaar geleden betrokken geraakt, zelf ook persoonlijk, bij het project in India. En daar ben ik nu 2 keer in januari 2 weken naartoe geweest. En ik help daarmee met een naaiproject op te zetten. En daar, dat is gewoon heel erg nodig. Je ziet gewoon dat, ja, er is heel veel nodig. Maar je ziet gewoon dat het voor die vrouwen vooral heel erg belangrijk is dat ze zelf onderwijs gaan krijgen en dat ze zelf ook gaan leren om hun eigen geld te verdienen. Dus vooral voor vrouwen en meisjes? Ja, ja. Afgelopen jaar dat ik er was, was er een meisje van 15. Die was 15. Toen heeft Suman John, de projectleider, haar uit de prostitutie gehaald. En ze is nu 20 en ze heeft haar eigen schoonheidssalon. Dus dat was wel heel erg mooi om te zien ook.